Wait, what? Gast! Holy shit! Doe normaal! Yo mensen, mijn naam is Damien en welkom terug bij weer een gloednieuwe Shadow of Mordor episode, vond ik snel. Jongens, allereerst wil ik jullie bedanken voor bijna 500 likes op de vorige episode. Dude, ik had er niet eens om gevraagd en jullie doen het alsnog. Jongens, jullie zijn dikke bazen. Vandaag wordt het heel spannend, jongens. Want wij gaan nu een missie doen die ik nog nooit eerder heb gedaan. Ik ben nog nooit zo ver geweest in dit spel en dat is deze missie. The Black Captain. The Gore Tower has fallen and the Black Captain has answered your challenge. Zo, ik kwam niet in andere woorden. Maar het zijn dus meerdere captains en in de reacties maakten jullie mij al een beetje bang. Want jullie zeiden van, oké, Damien, met deze ga je echt heel veel moeite hebben. En ik zat het te lezen en ik denk van, oké, dankjewel man. Thanks voor je motivatie. Jongens, ik ga er gewoon heen. Ik ga er sowieso even heen fast travelen, want het gaat sowieso sneller als ik hier ergens een toren heb staan. Jazeker, die hebben wij hier. Fast travel, there we go. Jongens, alsnog gelukkig nieuwjaar. Ik weet, het is een beetje laat, maar ik heb het nog helemaal niet gezegd in de video. Want ik was van vrijdag tot zondag was ik weg. Was ik namelijk in Scheveningen. Hallo, als jij in Scheveningen woont. Of dichtbij, ik was daar. Was ik op vakantie met mijn familie. Dat doen we elk jaar eigenlijk aan het einde van het jaar. Of aan het begin van het jaar, hoe je het wil noemen. Maar ik had nog helemaal geen tijd om gelukkig nieuwjaar tegen jullie te zeggen in een video. Want ik had alles van tevoren opgenomen. Snap je? Maar ja, we zien wel. Jongens, ik ben heel benieuwd hoe dit gaat. Black Captains. I don't know, man. I don't know. Start mission. Oh. Oké, ze zien er epic uit, maar I don't know. Oké. Let's go. Dan gaan we, jongens. The Black Captains. God. Oh, shit. Wat gebeurt er? Wait, what? Let me gather my men. The servants of Sauron are foes beyond any of you. Oh my god. Get your people out of Mordor tonight, or you'll all be dead by dawn. Dude, what's going on? The Black Hand komt eraan? There is a hidden tunnel to the Black Gate. Eren. It's time. For what? Dus hun gaan vluchten. Wie is die kerel die daar ligt? Hij is dood. Sowieso, hij is dood. Hij is neer. Oké. Okay. Dat was een heel motiverend filmpje. Maar we krijgen nog meer. Oh my god, wie loopt daar? Holy. Oh my god. En heb je red bag. They all perished in battle, my lord. All except me. Warchief Ratbag. Warchief Ratbag. You are still alive. Dude, die stem. Now. Bring me the head of this grave walker. Are you kidding me? Shit. Ik ga mijn geluid harder zetten. Where was your bravery when we bled your wife and gutted your son? Oh my god, please. Kill him. What? Wait, what? Gast. Holy shit. Doe normaal. Gast. Kan je even stoppen met aanvallen anders? Hey, hoe vind je die? Ik kan hem niet stunnen, jongens. Ik kan hem niet stunnen. Oké. Het is een fucking Black Captain. Jesus Christ, hij ziet er awesome uit. Kan ik één commootje doen? Donder op! Hij pakt me... Gast. Oké, wacht. Laat me even... Jongens, ik heb dit lang niet gespeeld, oké? Ik was het hele weekend weg. Ik doe net mijn PC aan. Laat me even inkomen, please. Oh my god, hoe werkt dit ook alweer? Oké, dat is één execution. There we go, dat is één. Next. Next. Oh, pas op! Jesus Christ. Sorry als ik aan het schreeuwen ben, jongens, maar... Oh, gek. God, ik moet echt de hele tijd deze dude blokken. Hier, neem hits. Oh, neem een execution. Vind je niet zo leuk, hè? Hoppakeetje, dat deed hem wel pijn. Hier, rot op. Hier, geef ik je knietje. Oh, shit.
Oké, jongens, ik wil eerst even al deze mannetjes weg hebben. Mannetjes, Urukais, whatever. Hij noemt mij Gravewalker. Dat is best wel een toffe naam. Ik vind het een goede bijnaam. Weet je, Gravewalker. Klinkt cool. Sure, I'll take it. Get out of my face. Ow. Can you not? God. Mag ik even een execution doen? Yo, ik heb toch een dik hoge hitstreak. Wanneer krijg ik een execution? There we go. Ja, eigenlijk moest ik die op hem doen, maar oké. Ik wil eerst even iedereen weg hebben. What do you mean? Wat was dat? Wat deed je? Wat deed die? Auw! Auw! Gast, er komen nog meer mensen aan. Oh my god, ik dacht dat het een hele groepje was. Ja, sodomiet er even een end op hoor. Jongens, ik kan geen... Oké, wacht. Ik ga een execution opbouwen. Want ik kan hem niet stunnen. Dus ik moet even een execution opbouwen op hem. Oh, pas nou op. Ja, execution. Ja, ja, ja. There we go. Oh, hij heet The Hammer. Oh, oké. Dat zie ik nu pas rechtsbovenin. Dat is een coole naam. Ik moet niet toegeven. Wow! Wat gooit hij? Gek. God, deze dude heeft allemaal special abilities en zo. Dikke tovenaar. Lijkt het wel. Mijn mond is. Ik ben bezig, ja. Dit is niet mijn best. Ik kan veel beter. Oké, oké, oké. Kom, 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 kom. Execution, execution. Fuck. Mijn execution was net niet op tijd. Of nou ja. Hij was al weg. Oh god, ik kan niet over hem heen klimmen dus. Get out of my face. Get out of my way. Blijf je dat de hele tijd zeggen? Is this your best? I don't know, man. Oh my god, wat gaat hij doen? Execution. God damn it, ik wou hem niet op hem doen. Fine. Ik hit hem wel gewoon een beetje zo. Auw, shit. Pijnlijk gek. Ik moet toegeven, hij valt nog best wel mee, jongens. Hij valt nog best wel mee. Maar ik moet even een execution op hem hebben steeds. Wat is dat? Kun je daarmee stoppen? Wacht. Oh, hij is niet... Wat? Wacht. Hij is niet eens resistant to... of wat? Oh my god, ik kan hem hier damage mee doen. Auw. Oh my god, hij kan mij ook damage doen met die shit. Wat gooit hij op me? Ik weet niet wat hij deed. Maar hij had ook een soort... I.O. Oh, thanks. Nice. Execution. There we go. Hij is bijna neer. Mag ik mijn zwaard terug? Ik wou net zeggen, gek. Wat doet hij steeds? Can you stop? God. Get out of here. There we go. Auw. Oké, ik moet oppassen. Jamie, alsjeblieft oppassen. Oh my god. Jongens, laat mij nou even alleen met hem dit doen. Holy shit, gek. Mag ik even één execution opbouwen? Dan heb ik hem. Eén execution, dan heb ik hem. Ik zweer het. Jongens, ik denk het wel. Nee, waarom execute je hem? Dat was niet de bedoeling. God damn it. Auw. God. Come on, jump. Nee, jump over iemand heen. Ja. Ik moet een execution hebben. Yes. Oké, 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 oké. Kom hier. Huh? Hoezo heb ik geen execution daarna? Dat is raar. Oké, het zal wel... Auw. Oh, oké, ik moet oppassen nu. Hij is bijna neer. Come on. Come on, we gaan er gewoon voor. We gaan er gewoon voor. Oh, daar gaan we. How does your vengeance taste, Talion? Is not the darkness sweet? X, Y, B, A. B, easy. Is hij neer? Wow, wat bloedt hij? Oh, shit! We did it! We did it, boys! Oh! Wat? Ik heb hem gekillt. Wees blij. What do you mean? Oh, hij was ook echt diegene die mijn familie vermoord heeft. Wie is dat? Oh, hallo. Hey, je spreekt met Damien uit de toekomst. Jongens, ik moet even over dit stuk heen praten. Want dit stuk werd geclaimd omdat er muziek onder zat die ik blijkbaar niet mag gebruiken. En ja, ik moet natuurlijk wel mijn euroknallers en zo kunnen betalen, jongens. Dus, I don't know. Ik moet gewoon wat lullen. Eigenlijk kan ik ook gewoon zelf het liedje neurien. Dus, here we go. Oh, wacht. Misschien wordt dit ook geclaimd. I don't know. Jongens, hoe gaat het met jullie? Laat even in de comments achter. Laat even in de comments achter of jullie dit überhaupt luisteren. Misschien zijn jullie wel allemaal afgehaakt. En I'm sorry dat ik dit moment zo moet verpesten. Maar die stomme muziek moet eruit. Dus ik moet gewoon zelf mijn shit zeggen nu. Like, oh jongens, ik heb wat leuks. Ik ben net geslaagd voor mijn autotheorie-examen.
Oh my god, I know right? Ik heb hem 4 keer moeten doen. 4 keer. En ik ben net terug. En ik ben net thuis. En ik krijg straks taart. En dude. Jongens, echt. Als jullie straks ook een keer die autotheorie examen gaan doen. Dude. Ik wens jullie echt heel veel succes. Want het is echt vreselijk. 4 keer heb ik hem moeten doen. Ik ben niet dom. Maar het was gewoon moeilijk. Oké? Oké, jongens. Het stukje is afgelopen. En ik wens jullie veel kijkplezier. Oké. Dude. Mission complete. What happened? We have defeated the Hammer of Sauron. But the Black Hand and the Tower remain. And their master. Oké, dus we hebben nog de Black Hand en de Tower. Blijkbaar is dat de naam van die andere twee. De Tower en de Black Hand. Ligt die ergens hier nog hier? Onze man? Hoe heet hij ook alweer? De Hammer? God, heb jij geen hoofd meer? I'm sorry, man. Dude. Dit was insane. Maar ik moet toegeven, sommige warchiefs, of sommige captains, waren moeilijker dan deze. Maar, deze hadden natuurlijk allemaal van die andere abilities die ik niet kende. Dus op zich, hij was leuk. Hij was sowieso leuk. Laten we ons nieuwe target gaan selecteren, jongens. God. Dat was epic. Dan moeten we helemaal hierheen. Wat is hier dan? Prepare to accompany Liftharial deep behind enemy lines into the heart of Mordor. Wat? Oh shit, ik wou niet vastleffelen. Nou, eigenlijk wel, maar ik wou nog even lezen wat er stond. We gaan er wel eerst gewoon heen lopen, dan kunnen we het weer lezen. Wie is deze chick dan? Waar kom je vandaan? Like, ze zegt, mijn kamp is dichtbij. Oh, waar moet ik dan al het werk doen hier? En als ik net een Black Cat net verslagen, dan kom je naar buiten hoor. Mietje. Starting this mission will take you to a new area. Wow. You can return to Udun at any time from the map. By fast traveling to that. Each era has its own army. Oh my god, we krijgen een nieuw gebied. Serieus? Prepare to accompany Liftharial deep behind enemy lines into the heart of Mordor. Oké, dus we moeten haar helpen diep in het hart van Mordor. Oké. We krijgen een nieuw gebied. Ik ben hier nog nooit geweest, jongens. Sick. The smell of fresh meat always attracts the scavengers. Heb jij weer hoor. And they tend to travel in packs. You should leave now. Queen will be pleased to see you. Wie is de Queen? Yo, allemaal chicks hier, jongens. I don't know. Rip. Oh my god, dit gebied is veel vrolijker dan de rest. Oh. Holy shit. Oké, de graphics voor deze game zijn echt in 1 keer 10 keer beter geworden. Omdat we de hele tijd in zo'n donker gebied zaten waar je gewoon niks had. Maar hier, het ziet er ineens heel anders uit. Nou ja, nu niet meer. Maar net. Veel groener en kleurrijker. Oh. Oh shit. The fallen ranger from the Black Gate. Come closer. Liever niet. Your daughter claims you have something for me. Oh, het is haar moeder, oké. Talion. The hour grows late. Wait, what? Wow. Soon, the Dark Lord and his army will march all over Mordor, but what? A great power can be awakened to prevent it. Oh, zag je dat? Ik werd ineens Celebrimbor. Celebrimbor, sorry. Breach into Morgoth's scar. Take the elven craft. Oké. Okay. Gaat ze dood? Is ze serieus dood? Oh, ze leeft nog. Oké, ik wou net zeggen. Wow.
one knows. She worsened after her travels. Is there not medicine? There was. But our camp was overrun. Oh, dus ze is ziek en ze heeft geen medicijn meer. Holy damn. Dude. We komen nu in een heel nieuw gebied. En we moeten naar Morgoth. De Scar van Morgoth. Daar moeten we een elven iets krijgen van ghouls. En we moeten een dwerg vinden. Oké. Okay. Een dwerg. Ineens Gimli. Nee, grapje. Maar dat kan niet. Maar dat zal wel cool zijn. Damn, look at this. I need to find a way to Morgoth's Scar. Look at this man. De game ziet er ineens heel anders uit. Gewoon veel kleurrijker. Anders was het allemaal grijs. Oh wacht, hier zijn ook... Oh, hier zijn ook orks. Uruk-hai, sorry. Really? Ik dacht we zijn in een veilig gebied. Maar we zitten natuurlijk nog steeds in Mordor. Duh. There we go. Oh, hoe was ik die... What the hell? Sorry, meet erop. En jij met dat schild? Ik zou even de mensen laten zien hoe ik jou moet afmaken. Kan ik over je heen klimmen? There we go. Hoppakeetje. En zeg maar dag tegen je hoofd. Weet jullie nog jongens dat ik daar vroeger zoveel moeite mee had? Dat was echt niet normaal. Oké, okay, dus hier moeten we ook weer alle towers gaan unlocken jongens. Oh my god, kijk. Kijk het uitzicht. Even reforge. There we go. Dus dit is het nieuwe gebied. Dit is het nieuwe gebied. Oké, wat is hier? Wat is hier? Wat een vage vormpjes allemaal. Oké, dus dit zijn alle torens die we nog moeten unlocken. We zitten nu hier. Wat is dit rode dan? I don't know. Wat zijn al deze Ithilidin artifacts? Oké, dus dat zijn dus allemaal dingen die we gewoon op kunnen pakken. Wat is dit? Water? Dat is cool. Alright, we zitten in een nieuw gebied, jongens. Ik ga even naar dat volgende punt lopen. Mooi uitzicht hier trouwens. Nou ja, het is en blijft Mordor, maar jongens, moet je kijken. Holy shit, die berg is hoog. God. There we go. Alles is zo groen. Dat ben ik helemaal niet gewend van deze game. Anders was alles wat donker. There we go. Jongens, ik vind het er goed uitzien hoor. I like it. Hier staan twee mensen boven, of niet? Daar zijn ze. Laat ik die even gaan killen. Gewoon omdat ik er zin in heb. Gewoon een nieuw gebied, nieuwe enemies. Let's fucking go, boys. Oh, ze zien me echt compleet. Maar ik kan hem alsnog stealth killen. Jou ook? Kan ik jou? Oh, jij ook. Ik kon ze allebei stealth killen. Terwijl deze dude die zag me echt compleet. Maar blijkbaar zag hij me ook weer niet. Jongens, neem even een kijkje naar het nieuwe gebied. Stand daar naar iemand? Maar dat ze... Hier staat serieus iemand. Waarom doe je niks? Ik dacht dat dat een standbeeld was. Maar er stond echt iemand. Oké. Okay. Alright. Een iets groener plekje in Mordor. Oké. Okay. Ik ga even naar boven klimmen, jongens. Oh, damn. Look at this. Ik heb de graphics trouwens weer op ultra gezet, jongens. Vorige keer had ik ze nog op medium staan. Omdat ik toen met de livestream zat ik te kloot en zo. Maar holy shit. Look at this. Oh, oh. Wow, look at that. Ik ben een dikke acrobaat. Wat? Ik wou de... Shit, ik wou de missie eigenlijk nog niet starten. Omdat... I must locate the ghoul's tracks. Follow the ghoul tracks. Follow the ghoul tracks? Oh, de voetstapjes. Oh, en het is net zoals met Golem toen. Maar jongens, dat gaan wij in de volgende episode doen. Jongens, ik hoop dat jullie... Oh, wacht. Oh, we krijgen hier ook weer totaal nieuwe warchiefs en zo. Oh my god. Oh, nou, dat wordt dan echt een uitdaging. Jongens, in ieder geval, ik wil jullie allemaal hartelijk bedanken voor het kijken van deze video. Vond je hem leuk? Doe dan een blauw duimpje omhoog. Jongens, we zitten in een heel nieuw gebied. Allemaal nieuwe quests. Serieus, doe een blauw duimpje omhoog, jongens. Ik vind het super tof. Vergeet me niet te volgen op Twitter en Instagram. En dan check ik jullie vrijdag. Wacht, ik upload dit op maandag. Nee, wacht. Ik zit ineens te denken bij mezelf. Het is maandag vandaag. En ik dacht ik moet Shadow of Mordor uploaden. Of het is voor jullie nu wel dinsdag, omdat ik in mijn hoofd heel raar doe. Dat zal wel, jongens. Jullie zien het wel. Ik zie jullie in ieder geval dinsdag weer bij een nieuwe episode. Jongens, nogmaals, bedankt voor het kijken. En ik check jullie later.